duurzame melkverderij die kent verschillende opgaves. Heel veel van die opgaves komen samen bij het rantsoen. Het gaat over klimaat, het gaat over dierenwelzijn, het gaat over minder eiwitvoeren, minder stikstof. Het gaat ook over waar komen de grondstoffen vandaan. En juist bij rantsoenen zien we dat het gebrek aan onafhankelijke kennis vrij groot is. En ik zie al in heel mijn carrière dat één iemand steeds dan opduikt en dat is de heer Malenstein. Voor ons is Aad Malenstein een hele grote bron van inspiratie juist voor onafhankelijke kennis rond rantsoenen. En we zijn dan ook heel blij dat hij in onze cursus en ons filmpje centraal staat. Ik ben begonnen bij diergeneeskunde, afdeling voeding. En daar heb ik me in eerste plaats verdiept in de voeding van droogstaande koeien. Dus daar kwam ik bij bedrijf X en dan was de vraag, wat krijgen de droogstaande koeien? En dan zei de veehouder, ja, dat wat daar ligt. En hoeveel? Onbekend, zoveel ze willen vreten. En wat is de voederwaarde? Ja, niet onderzocht. En zo ben ik begonnen met zelf monster nemen en dat insturen naar het laboratorium voor een verder voederwaardeonderzoek. Maar ondertussen had ik het voer dus gezien, geroken, in de vingers gehad, gevoeld en later kreeg ik de uitslag. En zo heb ik een eigen eiklijn als het ware ontwikkeld. Kijk, ik heb hier twee plukken gras. Als je goed kijkt, dan zie je verschil in kleur. Dit is gras van oud grasland en dit is gras van nieuw ingezaaid grasland. Het is dezelfde groeiperiode en dan zie je een klein beetje verschil in de lengte van het gras. Het oudere grasland is het gras iets korter dan van het nieuwe grasland. Ik heb geprobeerd de veehouders bewust te maken met waar ze mee bezig zijn. Wat is het gevolg van de groeiomstandigheden van het gras? Groeit het snel en groeit het langzaam? Wat heeft dat voor gevolgen voor de verteerbaarheid van het voer? En als die groeiperiode langer wordt of korter is, wat voor gevolgen heeft dat? Vervolgens bewustwording van hoe ga je met het voer om? Hoe ga je het bewaren, conserveren? Want het voer moet fris blijven tot het moment van vreten. En niet tot aan het moment van de analyse. Dus nu heb ik deze pluk gras strak aangedrukt en dan ga ik draaien. Dus ik krijg het met twee slagen nog niet kapot gedraaid. Dit is het gras wat sneller is gegroeid van het nieuwe ingezaaide grasland. En je draait. En dan heb ik met één slag doormidden gedraaid. En naarmate het makkelijker doormidden breekt, is de verteerbaarheid hoger. En dan zul je merken dat het gras in het voorjaar een andere verteerbaarheid heeft dan het gras in de zomer. De belangrijkste oorzaak waarom het niet werkt, is toch vaak dat de kwaliteit van het ruwvoer niet is wat er op de analyse staat. Want de analyse is het bereik tot en met de monstername. En zo gauw je een partij aanbreekt, kan de broei ontstaan en verandert de kwaliteit van het voer. Bovendien, er zijn heel veel partijen in de silo. Dat kan in de loop van de tijd zijn, van een eerste vroege snee en een tweede snee bijvoorbeeld. En er zit verloop in de kwaliteit van die eerste en tweede snee. En daarmee zit er verloop in de kwaliteit van het begin van de silo naar het eind van de silo. Dat soort hele simpele voorbeelden loop je tegenaan. Ik heb nooit een geheim gehad van hoe een rantsoen in elkaar zit. Ik heb alles opgeschreven wat ik ervan op kon schrijven. En dat wil ik eigenlijk aan iedereen ter beschikking stellen. Aad Malenstein heeft zojuist verteld welke kennis allemaal belangrijk is bij het samenstellen van een rantsoen. Al deze kennis gaat voorbij komen in deze online cursus van 8 webinars. Naast de 8 webinars zal er een online vraagbank zijn waar je al je rantsoenvragen op kwijt kunt. Meld je snel aan voor deze cursus. Het is volledig kosteloos omdat we deze kunnen aanbieden met behulp van de SABES-subsidie.